Deze rubriek die wordt door de internationale top aangewend om hun toppaarden in vorm te laten komen voor het finale slotstuk wat op vrijdag verreden gaat worden. Ditmaal zien we Ayade de Septon, HDC van Harald de Goudre. Die wordt gereden door Kevin Stout, 10-jarige Mary. Kevin Stout is zo'n ruiter die zijn basisritme altijd hoog heeft liggen. Als die zo doorgaat, dan zou hij wel eens aan de leiding kunnen gaan in dit 1,40 meter wat direct op tijd verreden wordt. Nazaat van Wandor uit de Grand Prix Mary en Naina de Delize is van Albion du Champoulet. FBS geregistreerd. Deze Ayade de Septon die in 57-71 de voorlopig te klokkentijd op de chrono zet.